Lieve collega's en vrijwilligers, met deze videoboodschap blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we natuurlijk vooruit naar het nieuwe jaar 2022. Wat hebben we met elkaar heel veel gedaan en ook heel veel beleefd? Chiquita zal graag vertellen wat haar mooie ervaringen zijn de afgelopen periode. Dank je, Edwin. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dan kan ik maar één ding zeggen. Het is echt een indrukwekkend jaar geweest. Met zware en moeilijke tijden, maar ook met zoveel lichtpunten. En ik denk, het eerste lichtpunt wat ik wel zou willen noemen, is de daling van het aantal besmettingen geweest in het voorjaar. Bij bewoners en bij medewerkers. En vanaf dat moment kregen we eigenlijk allemaal stap voor stap meer vrijheid terug. En voor mij was dat ook een persoonlijk hoogtepunt. Want dat was het moment waarop ik eindelijk de huizen in mocht gaan. En mocht aansluiten bij de dagbesteding en bij de ATZ-teams. Om ook gewoon de collega's te leren kennen, de bewoners, de cliënten beter te leren kennen. Maar ook de zorg die Argos biedt. En ik heb ook mogen meelopen en ik hoop ook gewoon dat het over een tijdje weer kan. En dat ik dat mooi kan vervolgen. Wat ik ook echt indrukwekkend heb gevonden is hoe, ondanks deze moeilijke tijden, we de kwaliteit van zorg zo hoog hebben weten te houden. Als ik kijk naar het kennispodium en alle mooie best practices die we daar hebben gezien, dat laat gewoon zo duidelijk zien hoe teams ook onder moeilijke omstandigheden zich zo inzetten om zorg te blijven vernieuwen. Maar ook het bezoek van de inspectie, die positief is afgesloten en waar we ook gewoon complimenten hebben gekregen over de kwaliteit van onze zorg. En ook de HKZ-audit kan ik natuurlijk ook niet vergeten. Ook daar hebben we de audit goed doorstaan en hebben we gewoon opnieuw onze certificatie gekregen. Dus dat zijn een paar highlights, Edwin, van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Voor mij. Mooi. En hoe kijk jij terug op het jaar? Het was weer een heel bijzonder jaar en soms ook een moeilijk jaar. Maar wat mij vooral is bijgebleven, dat zijn de waardevolle gesprekken die ik heb gehad met vele medewerkers. Helaas vaak via de video, want liever wil je ze natuurlijk persoonlijk ontmoeten. Maar wat er altijd is bijgebleven bij al die videogesprekken, dat is de enorme wilskracht en veerkracht van onze medewerkers, jullie, collega's en vrijwilligers. Dat er zoveel energie zit, maar met name ook kwaliteit om voor de bewoner en de naaste zo goed mogelijk zorg te verlenen. Ook in een lastig jaar, wat dit jaar ook weer is geweest. Die kracht die daaruit naar voren kwam in die videogesprekken waren voor mij als bestuurder en ook als raad van bestuur uiterst waardevol. Want daar zie je echt dat het verschil wordt gemaakt door jullie als medewerker en als vrijwilliger. Jullie zijn echt goud waard. Wij willen jullie dan ook enorm bedanken voor jullie grote inzet het afgelopen jaar. Jullie maken echt het verschil voor onze bewoners, voor hun naasten, maar ook voor jouw collega's. Dat doen we traditiegetrouw natuurlijk weer met een kerstgeschenk wat je hebt ontvangen. En daarmee kun je gaan aftellen samen naar de feestdagen. Wij wensen jou en iedereen die je lief is dan ook hele mooie en warme feestdagen toe. Dat hebben jullie ook echt verdiend en wij proosten op jullie en we kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Dat heb je echt verdiend. Dank jullie wel. Proost! Proost. En wat gaan we doen? Gaan we hem per dag uitpakken of gaan we hem gewoon in één keer? Deze gaat retour naar de leverancier. Hij is leeg. Hij is leeg.